wat we eigenlijk doen is, we proberen op een praktische manier economisch onderzoek te doen. Vanuit meer een creatief perspectief. Credit Fonds is een project voor de Dutch Design Week, waarin we een restaurant gaan bouwen waarbij het thema geld verdienen is. We hebben 7 of 8 weken, zoiets, hebben we de tijd om een heel restaurant te bouwen. Met elke week hebben we een workshop. En met elke workshop komen we eigenlijk een stukje verder in het project. Trudy is een project dat uit is gekomen uit de workshop de geldmachines. Dus we moesten een geldmachine maken waar we dan geld mee op beleveren. Trudy is een tafeltje, een wc-tafeltje. Nou, eigenlijk een wc-vrouwtje, maar ze is dan even weg. En dan hebben we een wc-tafeltje gemaakt met een bordje erop en een gleufje erin. En in het gleuf kunnen mensen geld gooien, want tenminste, ze is dan weg. Dus ik hoop dat mensen er geld in gooien. En dan gaat ze zeiken. Ze is gewoon nooit tevreden. Ook ik gooide 2 euro in of 10 cent, ze is gewoon nooit tevreden. Haha, stank verdank. Zitten we de wc-rollen tegenwoordig kosten? En ik merkte wel dat mensen het heel erg leuk vonden ook, maar dat ze ook meer wilden geven omdat ze meer wilden weten wie Trudy is. En ja, ze wil eigenlijk wel afgezekerd worden. Het was een soort van verslaving van oeh, wat gaat ze nu zeggen of zo. Dat het ook wel interessant voor hun was van oh, wat komt er hierna. Eigenlijk op zijn Design Week dan zie je ook dat ja, dat is eigenlijk een hele erg materialistische, door geld gedreven tak van sport. En daar proberen we ook een beetje op te reageren. Dus we hadden dit jaar bedacht van misschien moeten we ook gewoon helemaal geen dingen meer maken, maar gaan we gewoon eens geld maken. We hebben een manifest met regels. Dat is vinden, krijgen, ruilen, maken, lenen en kopen, als ik het zo goed heb. En met behulp van die regels kunnen wij proberen we een beetje op een makkelijke manier alles te fixen. Voor de 1000 euro workshop heb ik samen met een klasgenootje hadden we bedacht van hey, ieder studentenhuis heeft wel veel lege kratten bier staan en dergelijke flessen en we zijn allemaal te laks om dat weg te brengen. Dus dachten wij, nou gaan we aanbellen, zeggen hey, mogen we dat meenemen en om dat statiegeld eigenlijk in te leveren als ons budget. Ik was wel heel blij mee toen dat dan iedere avond als we alles inleverden, dan dat bonnetje uit het apparaat kwam en er met 70 euro of 50 euro wegliep. Maar toen ik daarna erover na ging denken en het terugrekende naar een uurloon, dat dan op de eerste dag rond de 3 euro uitkwam en de tweede dag rond de 4, dan kun je eigenlijk toch beter bij de Appia werken en je loon inleveren. Het eten is gratis, dus je betaalt niet voor je eten, maar wel voor je drinken. Dus dat is eigenlijk ook een onderzoek dat we doen. Ze willen eigenlijk kijken van is het mogelijk om gratis eten te geven, maar dat opheft met de drankverkoop.